En nogmaals begroeten wij alle Nederlandse en Vlaamse kijkers. Geen spel 21 vanavond wegens tijdgebrek, want we willen straks graag exact om 10:30 overschakelen naar Amsterdam. In samenwerking met de AVRO zendt de TROS een zeer feestelijk programma uit. Speel mee met het Concertgebouw. Ruim 800.000 loten zijn verkocht om het Concertgebouw te helpen restaureren. En Mies Bouwman, die het programma vanavond presenteert, maakt dan ook de winnende loten bekend. Natuurlijk ook een artiestenpakket om van te smullen, zowel klassiek als populair. En als ik u daarvan noem, de tenor Louis Lima, de mezzosopraan Brigitte Fassbender, Wall Street Crash, Louis van Dijk, Danny de Munk, André Hazes en Shirley Bassey, dan is dat slechts een greep. Reden genoeg dus om straks om 10:30 te kijken. Verder vanavond de speelfilm Meatballs, maar daar kom ik zo op terug. En een special van TROS Actua, en daar hoort u nu iets meer over. Dames en heren, goedenavond. In TROS Actua vanavond één onderwerp. We willen stilstaan bij de problemen van de grote groep Indië-veteranen. De soldaten die direct na de bevrijding in Europa naar Nederlands-Indië werden gestuurd om rust en orde te herstellen. En dat resulteerde in een complete oorlog met 5000 slachtoffers aan Nederlandse zijde. Juist nu wij in Europa massaal bevrijdingsfeesten hebben gevierd, komt bij die groep van 200.000 man een gevoel van vergeten zijn naar boven. Voor hen begon hun oorlog toen wij hier bevrijd werden. En het was een wrede guerrilla-oorlog die diepe groeven heeft getrokken in de zielen van de mensen die ver weg moesten vechten voor koningin en vaderland en voor een gulden per dag. Graag tot straks. TROS Actua begint om 9:55. Dan nu de speelfilm Meatballs. De laatste film uit onze comedycyclus. En deze film is goedgekeurd voor kijkers van alle leeftijden. Deze vrolijke film over 600 jongelui die vakantie gaan vieren zal zeker jong en oud regelmatig in de lach doen schieten. We wensen u heel veel plezier het komend 1,5 uur met Meatballs. Maar eigenlijk natuurlijk ook met deze hele TROS-avond.